De Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, heeft gisteren 11 hulppredikanten geordend tot diakonus. Het bisschoppenberaad en het provinciaal bestuur van de EBGS hebben hiervoor een speciale eredienst gehouden in de Grote Stadskerk. Volgens preses Desiree Peerwijk was er een behoefte aan geordende predikanten in de provincie. Om hierin te voorzien heeft het provinciaal bestuur op 6 september in een schrijven aan het bisschoppenberaad de 11 hulppredikanten voorgedragen voor ordening tot diaconie. De preses gaf aan om welke voorgangers het gaat. Het zijn de zusters Lydia Esther Setny, Claudia Murillo Manavi, Bruno Papiro, Bianca Engel Oosterwolderen, Cornelia Pinas, Orsina Zedo, Cornelie Soetersen Noyo Werners, Joyce Feira en de broeders Sudirman Deri, Davy Pavironadi, Sarijo Rissomardono en Kuno Sinhagen. Het bisschoppenberaad heeft na ampele overwegingen geen bezwaar gehad tegen dit verzoek en berichtte dit per schrijver de datum 21 september 2018 aan het provinciaal bestuur. De hulppredikanten hebben in handen van bisschop Reinhold Panza de belofte afgelegd. Preses Peerwijk zegt verder dat van elke kandidaat een evaluatieverslag is gevraagd over de periode waarin zij als hulppredikant gefungeerd hebben. Daarnaast werd er met de kandidaten een retraite gehouden. Deze activiteiten werden afgesloten met een bidstond op zaterdag 1 november. In samenspraak met het provinciaal bestuur werd bepaald dat op zondag 2 december elke kandidaat in de gemeente hier in Paramaribo in de ochtenddienst een getuigenisspreek zou hebben. Een diakonus is in de broederuniteit een predikant die na een theologische opleiding gevolgd te hebben en aan de nodige eisen voldoet, de eerste wijding ontvangt en de bevoegdheid krijgt de sacramenten te bedienen. Preses Desiree Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Hij sprak gisteren tijdens een speciale eredienst waar 11 hulppredikanten zijn geordend tot diaconus. De dienst is gehouden in de Grote Stadskerk aan de Steenbakkerijstraat.